Goedemorgen iedereen. Vandaag zijn we met de tweede dag begonnen van onze vakdag van Taart Behoort. We staan in het begin, nu zit het, het zonnetje schijnt. Het lijkt een prachtige dag te worden. We hebben een mooie groep driejarigen, mooie rubrieken in het vooruitzicht. Dus we hopen er met z'n allen een mooie dag van te maken. Nou, schitterend mooie Piet. U aanzet die beide keuringsbanen, wat komen meestal meer. In zinstelling tot het game wat er in het programma boekje mooi ziet, even een wijziging ten opzichte van de keerstelling van de juries. Bij de enters staan we onder supervisie van Piet Bergsma, inspecteur, en Henk Keurtjes, mevrouw Johanna Slootjes en de heer Dick Brummel. En bij de Twenters, daar is Jan Hellings, vervangen door Sabine Zwaga. Dames bij Linkwaag, de CTS is Ulrike Weisler en Esther Reen, die hebben natuurlijk alweer goed bekend. Vief en der mens. Mag naar het les, man? Nee, ik ging naar het les. Ja, mijn schouder een beetje. Ja, dit wordt een onweerzaakje. Ik klaar het mee, hoor. Ja. Dan verwachten we aansluitend hier in de week 2, de eerste groep 3-jarige Vurmukmerries. Uit rubriek 6a houdt u er rekening mee dat we wellicht iets voorlopen op het tijdschema en wel zeer herhaalde op tijd in de vooropstelling. Zodat we dus ook gecontroleerd zijn bij de leden van het chipploeg.
Nou, dan gaan we aanzien hier bij de Twenters Oer. De roestappen van de draaier presenteren Twentermerien. En die hebben we straks, ik neem onder bij de monden van Sami Zwaga, directeur van het KNVS. Oer de kwaliteit bij de Twenters en onder de primering. En gaan de drie Twenters nog eens even als groepje bekijken in de voorlopige. Al Twentermerries terug. Beginnen met de op de derde plek geëindigde Twente. Dankjewel. dat is een jeugdig Twenter die iets naar voren gebouwd is, zal meer behang mogen hebben. Zou iets meer expressie in het hoofd mogen hebben. Goede bovenlijn. Mary zou wat minder wegenkoot mogen zijn op deze leeftijd. En de linker voorbeenstand zou wat correcter mogen. De stap heeft lichaamsgebruik, heeft voldoende takt en ruimte. In de draf heeft Mary veel buiging in het sprong gericht, zou daarbij meer mogen doortreden. De Mary krijgt een tweede premie. Catalogus nummer 101 is een jeugdige evenredig gebouwde merrie die wat sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Qua beenwerk voor een beetje gekoot en achter vrij sabelbenig. Ook het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Een merrie die opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik, veel ruimte. Zet het voor bij ver weg. In draf, de beenafloop zou het correct mogen. Dus ze toont voldoende zweefmoment, veel balans en takt. Op deze merrie een tweede premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek. Catalogus nummer 103. Langgelijnde, royaal ontwikkelde merrie. Misschien iets meer jeugd zou ze mogen hebben op deze leeftijd. Merrie heeft een goede bovenlijn. Kruis is lang, wel wat hellend. Merrie heeft royale hoeven. Achtbenenfractie samenbenen. Met een stap met voldoende takt en ruimte. De voorbeenstand met name rechtsvoor zou correcter mogen. In draf toont de merrie veel balans, schakelend vermogen en een opwaartse lichaamshouding. Deze merrie krijgt een eerste premie vandaag. Gefeliciteerd. Nou, een hele mooie en duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de kwaliteit van deze groep Twentermerriën. Met een heel mooi kopnummer uit de fokkerij van de maatschappij. Kaminga in de West-Rijn. Eén eerste premie. En Ali-Jan heeft de prachtige begin van deze eerste rubriek hier op de Zulmarenheide. Twee tweede premies en een heel aansprekend kopnummer in de persoon van Marielle uit de Westerlee van de Hengst Ulbrand 502 uit het Tjallemoeder Anagrika Fokkers-eigenarenmaatschap AFPW Kaminga in de Westerlee. Vervolgens 101, Matje MK, Wilfried Teun, 505 uit de bekende model met Tienke Hester K van Uke Standiaf, Fokkerijgenaar Mark Kommerij in Buitenpost en tenslotte 102, Martina van Roosterburg. En ook hier slechts 3 entermerien van kop 97. Dan 96 en tenslotte 99. En de jury, mevrouw Jolanda Slootjes, die Brummel,
onder de voorzitterschap van Piet Bergman. En de laatste is aan de per microfoon op de hoogte stellen van de kwaliteit bij deze kleine groep Endermedia. Nou goed, onze eerste groep. Ik jureer samen met Dick Brummel en met Jolanda Slootjes. En mijn persoon is Piet Bergsma. We beginnen met nummer 99. Het zijn jaarlingen, het zijn jonge dieren die eigenlijk alle kanten nog opgroeien. En ook in beweging alle kanten ook nog op kunnen. Maar ja, we keuren ze nu en het is een keuringsmoment. Het is het moment van de dag. Ik begin met nummer 99. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft mist ook een beetje neklengte. Heeft een goede lange hals die ook verticaal geplaatst is. Schouder ligt er wel goed in. Rug is voldoende sterk. Kruis is lang en ietsje afhellend. Paard is voldoende droog en hard in de benen. De stap was je wat gehaast, zou je wat ruimer mogen zijn en ook in draf. Zou het paard wat opwaartser mogen draven en het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen brengen. Al met al krijgt hij vandaag een derde premie. Even een conclusie te horen voordat we verder overgaan naar het bespreken van de volgende enter. In de attentie vraagt de nummer 129. Uit de eerste groep drie jaren voor ring 2, graag met spoed naar de voorbestelling. De eerste groep drie jaren voor Veulenbroek bij zich begin met 129. Graag opstellen bij de voorbestelling. Dan ga ik nu weer verder. Dan hebben we nu nummer 96. Een jaarling ook, die zal misschien iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Mist ook een beetje in de nek. Heeft iets onderhals. Een sterke bovenlijn. Een kruis wat lang is, maar wat afhellend. Goed voorbeeldlengte. Ook de kwaliteit van het beenwerk was hard. Hij is iets sabelbenig. Een jaarling wat heel goed stapt, ruim. En daar ook goed door zijn lichaam mee gebruikt. In draf heeft hij ook veel ruimte en is hij ook opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik. Vanwege zijn rastype en bouw kwamen we niet verder als een tweede premie. Maar een leuk of een mooi enter komt er wel, komt wel verder. Dan heb ik nummer 97. Dat is een heel groot jaarling. Die voldoende edel in zijn hoofd is, zou ook iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een hele lange hals die iets horizontaal is. Een sterke bovenlijn, misschien ietsje gedreven op zijn lendenpartij. Heeft een lang voorbeen, ook een goed lang achterbeen. In stap was het enter ruim. Zou hij misschien iets meer buiging in zijn sprongen mogen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik. Maar zou het voorbeen iets meer mogen uitleggen, maar al met al vanwege zijn ras en zijn bouw krijgt hij vandaag een eerste premie. So now I have to do it a little bit in English. Number 99 is an yearling is got a little bit more developed. It's a little bit downhill. Good upper line. The croup is a little bit sloping. Then she has a third premie. And number 96 is got a little bit nobler in the head. Long upstanding neck with the neck. The pull of the neck got a little bit longer, a little bit steep in the shoulder. The croup is a little bit sloping. The hind legs are a little bit sickle hot. Good walk and also in good trot. And in front we have number 97. It's a big yearling. It's long lines, good upper line, and also a long croup. Good hind leg and also. And a good confirmation, she has a first premie. Hoe het gaat verlopen vandaag
verwachtingen zijn altijd vooraf hoog gespannen. Ja, soms worden die bewaarheid en soms heb je ja, enige tegenslag en wordt het niet helemaal wat je had gehoopt. Ja, dus zijn we al een kampioen, maar je wilt er maar in de competitie komen. Ja, de spanning is zuur. Fieber langs de kanten bij de deelnemers die aan Dienes vaak al een aantal weken in trainingsteen hebben bij de professionele trainingsstal die we hier moeten daar kennen. Friesland, Bruttelenbal en wat een verschil vind ik al met Mike Fieber van hierom. Met name Jan Volbruit Lunteren. Een bekende institution natuurlijk. Danny Toon Ojaan weer. Maar hij had Joerd Dij meer dan gewone concurrentie vanuit het Heiteland, Staldermersken, Van de Kadiek, Hinder Kempinga, Jan Verschipdon en zo kan ik van Drogge in. Holger Laurens. Al die scholen die de hun professie van maken hebben om die vissen hier de speuring geleerd te maken en zo optimaal mogelijk om de jullie voor te stellen. Uiteraard is het geen garantie voor succes, maar dat je net het net over steen om hier te wachten dat je op zijn keuring te schienen. En de tijd is er bijna ook hinder van touwmorgen hoe zou even voor de jury dat ze Rosie Draven. En dat ik nog een predicaat heb gekomen. Daar moet je daar eigenlijk wat meer van vregen. Natuurlijk hebben we dan de invloed daarop van de ABFP-testen en de IPO-proeven. Waarin dat sommige heden in kerkjes aan predicaten nog zitten. Dat voorlopig sterker kennen. En dan nog dat verzilveren kennen aan de hand van een voldoende uitslag bij de IPO of bij de ABFP. Er zijn heel veel mogelijkheden om hier wat dat betreft in het bezit van een predicaat te stellen. Maar je moet er gewoon voor investeren. De AKB Dama Prijs kreeg een bloemend oorteken van een van de meest illustre persoon van de vakvereniging daar begon, jarenlang omroeper op deze vakdijn, publicist, verschillende boeken over Friese Hinders en de vakkerij schreven, jarenlang omroeper bij het Rijnstekken, AKB Dauma, een fenomeen in de Friese Hinderwereld, en hebben het bloemend eerd jaarlijks op de vakdijn. Terug het bestuur van daar begon, middels het beschikbaar staan van de AKB Dauma. En voor de beste Hiesterbollen hebben we natuurlijk de Jasperbokaal, een van de meest onsprekende en legendarische Hiester uit het vakgebied van Taalbehoort. Kort en zijn leven lang in eigendom en hij is nog springleven bij het teken Bijma Jislam. En als ontekening van die illustre Hiester, King of the Stallions. Op de Hiesterkeuring is er dus de Jasperbokaal te verzinnen voor de beste Hiesterballen van Taut Behold. En natuurlijk de dagkampioen, overal kampioen van deze partij, die zal een prachtig landboek van het stamboek krijgen. Schitterende ereprijzen en virus. Voor de kopnummers in de rubrieken. Mooie aardewerken, ereprijzen. Niet op zichzelf, ik al een traditie binnen dat het begon. Daar heb je die tent.
volgende rubriek 3-jarige Purple Berries te vinden op pagina 46, 111 tot en met 116. Die kan zich zo langzamerhand ook gereed maken voor richting de vooropstelling te komen. En dat geldt eveneens voor de volgende groep in reeks 2. En dat betreft dan 136 tot en met 141. Twee groepen dus nog die zich richting vooropstelling kunnen melden. Ja, ja, ja.
voorselectie voor het beste aan het rijpaard van. In volle gang op het hoofdterrein kunt u ook eens even een kijkje nemen. Waarin een paar Friese paarden onder de zaden op onder valt, worden daarbij beoordeeld door mevrouw Kenne Bakker en de heer Ludo van der Weijden. Beide zijn onbekenden in de Friese paardenwereld. Beide ook actief in de Berger, waar de ABFP-testen voor Friese paarden worden afgenomen. Zij maken deel uit van het ruiterteam, wat daar actief is. En daarnaast zijn ze individueel ook op hoog niveau actief binnen de dressuursport. En staan uiteraard garant voor een hele mooie en correcte beoordeling. En de finalisten, die zullen we vanmiddag in de hoofdring kunnen bewonderen. Aan de strakke gezichten van de heren voorbrengers, de trainers en natuurlijk niet in de laatste plaats ook langs de kant van de inzenders, de fokkers. Dan nogmaals het hemer. Ik zou heel graag een stemmerking maken in Hoesabo. Ja, twee microfoons. De ene is voor de livestream. Is niet rechtstreeks te zien, even voor alle duidelijkheid. Maar morgenochtend kunt u de hele keuring terugzien. Piet. Ja, dankjewel. Maar goed dat je grote handen hebt, dan kun je twee van die microfoons vasthouden. We beginnen met nummer 110. Een paard zou iets eerder in zijn hoofd mogen zijn. Hij heeft een lange verticale hals die goed geplaatst is. Een goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn. Kruis zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. En is iets hellend. Paard heeft beschikt over goed beenwerk. Is iets week gekoot. Ook het achterbeen is iets sabelbenig. Maar het is wel hard en droog. Paard had wat moeite met de stap. Die zou ruimer moeten zijn. En wat iets minder actief. In draf dan werd het paard ook niet echt geholpen met het voorbrengen. Er werd eigenlijk iets over zijn theewater gejaagd. Maar dan na een rondje wat minder aanjagen, dan viel het op dat het achterbeen meer onder het lichaam moest worden geplaatst. En wel een goed voorbeengebruik. Het paard krijgt vandaag een opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan moet je maar luisteren als ik het tegen je zeg. Dan hebben we nummer 109. Paard met een voldoende edelhoofd. Ook een verticale lange hals. Schouder is ietsje stijl. Heeft een goede bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Paard heeft een voldoende lengte in het voorbeen. Achterbeen is licht sabelbenig. De stap was wat kort en zou meer tact mogen hebben. In draf is hij goed gedragen, heeft hij veel zweefmoment en goed
Goed, veel buiging in het achterbeen, maar vanwege zijn stap krijgt hij vandaag een derde premie, wordt opgenomen in het stamboek. Dan krijgen we nummer 104. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Goede schuine schouder, een sterke bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Hij is ook iets hellend, een paard wat goed stapt en ruim door het lichaam. En in draf was hij lichtvoetig, opwaarts, mag iets meer opwaarts en heeft heel veel afdruk in het achterbeen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 107. Dan weet u ook wat dat is. Een paard met een edel hoofd. Heeft een lichte hoofd-halsverbinding. Is ietsje zwaar in zijn hals. Komt ook wat diep uit de borst. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Is ietsje sabelbenig. Maar ook een paard wat heel goed stapt. Ruim door het lichaam. Zou iets actiever mogen zijn in die stap. Maar is wel heel ruim. En de draf was opwaarts met een goed gedragen achterbeen. Paard wordt opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 105. Ook een paard met een edel hoofd, veel rastype. Een hals die goed geplaatst is, schouder richt er schuin in. Sterke bovenlijn, misschien kruislinden ietsje sterker zou kunnen zijn. Lang kruis, wat ook goed van ligging is. Paard beschikt over hard en droog beenwerk. En paard kan heel goed stappen, ruim en actief door het lichaam. De draf had hij een heel goed voorbeen gebruikt met veel ruimte erin. Achter wordt hij goed, treedt hij ook goed aan. Al met al veel ras, goed gebouwd, een goede stap. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster, met een eerste premie. Gefeliciteerd. Allemaal vreugde langs de kant. Dat is het mooiste wat je denkt om al houden. So, this is first group 3 years old. We started with number 110. There's a good horse, the head got a little bit noble, the neck is long enough, good double line, good group is a little bit sloping, good hard legs. The walk was short and a little bit quick. In trots he had a good front leg using, but he needs more using of the back and also the hind legs more under the body. Number 109. The walk was short, a good more regularity, a good conformation. The trot was good hind leg and a lot of shoe. Because the walk, he has a third premie. Number 104 was in head, was a noble and long neck, good upper line. The croup is a little bit sloping, a little bit short. The walk was roomy and good through the body, and in trot he was good uphill, good a little bit more uphill, but a lot of suspension. So overall we take it in the stud book with a star with the second premie. Number 107, noble head, long neck, good upstanding neck, a little bit built downhill, good group. The hind legs are a little bit sickle hot. What for a look? Sickle hot. The walk was roomy and good through the body, and in trot he was good uphill and a good hind leg. And then we have number 105, a lot of racial type, a long upstanding neck, good upper line, the croup was a little bit sloping, and then trot was very roomy and very suspension. So overall we give her a first premie, star with the first premie. Thank you.
70e editie van het Boeken Thomas Blauwhuis in Rijs, in Haar, bij de Manege gaan vieren met een aantrekkelijk jubileumprogramma. Dat kan ik u nu alvast verklappen. Dat is aardig gezet. Ja, ja. Het is, en dat is de Fok, dag van de Boemega. Jarenlang ook in Oldehoopaarden, die is dus ook een andere locatie gegaan. Die zal straks plaatsvinden ergens vlakbij Boyle. En het Frieske Bruidiende zal komen volgende week zaterdag zijn Fokdag hebben in Berrië. Zodat hier en daar een verplaatsing toch wel degelijk aan orde is. En dat heeft voor het grootste gedeelte te maken met de bodemgezondheid. Maar de Fokvereniging Uitbehoorn is trouw gebleven aan zijn jarenlange locatie hier op de Sumarheide. Van de Heerlijke Smoek, IBM, Smoek, Schuizen, Heimtegrien, Zilverschalen, Geef, Fries. En hoe lang het dan mag het geval wijzen zijn, dat lijkt je de toekomst opsletten. Zo'n is allemaal, ze doen het super, is Ze zetten zich er 150% voor in. En natuurlijk, zullen vandaan inzien en deel, jullie de concurrentie ondervinden van die locatiekeuring die we moeten kennen binnen de stadion. Die trok het hele land voornamelijk op zo'n klein schotenburg. En op die resultaten der controle verder brengen, dat alleen ik persoonlijk even gezien ben. Maar daar is toch wel een deurdeel van de mensen die hebben gehoord. Ik heb die hier is, die zei ja, op zijn zoon wil hij komen. Die is toch beter dan de rug. Dan ik weer die dan de betrieving. Samen volop tegenaan. En dat is bijna aardigheid. Daar kun je wat bereiken. En natuurlijk, in de beginjaren van zo'n volkvereniging was het de cursussen van het landbouwschap afleggen en volgen. Met goed gevolg om uiteindelijk tot het inspectieteam te worden toegelaten. Zodat dan vanuit het kantoor ook toch echt op zoek is naar kwaliteit in zo'n breed mogelijke zin. Zeker in het kader van de juryleden. En we prijzen ons natuurlijk voorlopig dat er altijd weer jonge mensen zijn die die uitdaging aangaan. En dat we gelukkig ook weer hele enthousiaste jonge mensen bereid vinden om hun tijd te investeren in een heel veel gekochte hobby. Want dat is het uiteindelijk toch. Ja, weet je op dit moment wel te vinden. En dat geldt natuurlijk ook voor de sport, waarin ook een groot aantal mensen zo langzaam aan gewoon is van het feit dat je ook op een Fries heel veel mee kunt in de dressuursport, waar je wel een goede getalenteerde Amazone aan de ruiter op dient te zetten. En die is in de meeste gevallen niet gratis. En dat betekent dat een lief en aardig buurmeisje, ja, een paar collega's in de Korea, die er denk ik wel achter ons. Maar dat heeft er ook bij gedragen dat onze vriendspaar en koopkoop heel aantrekkelijk niveau om verschillende dressuurbureaus mee kunnen en het opnemen tegen de KBPN collega paarden. Dat komt nu al, maar dat moet je maar rekenen. Dat is een probleem. Dat klopt ook. Want de uitstoot van het paard, dat is daar zo. Je moet je rekenen. Mijn broer leeft niet meer, hij is toen overleden aan de
Je werd geen belangen. Nou, die kan het ook niet alleen. En zegt ook. Maar ik zeg je, het valt wel mee dat want het is eigenlijk ook met die kleine kinderen. Het is hier weg aan de blauwe auto toen dan niet eens. Moet ik wel 4-5 keer moeten doen. Ik heb dan ook een oude Friese vent, die 9 jaar of 10 jaar niet. En die weet ook wel hoe het werkt, maar daar kan je durven overal aan komen met een beetje. Die zet wat is die dan? Wat is die dan? Het geeft nergens om. Het gaat gewoon alles om niets. En dan is de kunst om vast te houden. Ja, ja, dat is echt een alles om niets. Het is wel een beetje zo eigenlijk hoor. Ja, ja. Sorry, het gaat helemaal weg. Wat jammer. Ik heb zo ook nog even. Ik heb nog een shirtje mee hoor. Ik denk dat ik wel even wat er moet gebouwen. Ja, lekker ja. Ja. Ik heb ik ook. Mij met schelen. Ja, ja, ik ook gedaan hoor. Ik
En je moet het hele blok omlopen. Ja, dat is wel goed voor ons natuurlijk. Ja, ja, ja. 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 Nee? Ja, die had een dik been, toch? Nee, ik heb niet meer met haar gelopen. Was die een ene dik of heb je zelf gestapt? Ik weet het niet. Hij werd afgewezen. We gaan hem maar niet voor doen. En dat is het enige wat we weten. Ja. En jij zei dat ze een dik been had, toch? Ja, dat kan natuurlijk, hè? Ja. Ja, dan hoef je het ook niet te doen, want dat maakt er niks uit. Ja. Ja. Het gaat ook om graag gewoon, dus dat moet ook nog doen. Nee, dan wordt het dan wel met Warga. Draag niet. Je rijdt niet terug dan. Ja. Half negen was het hier. Ik heb vooral negen, want die Jaling die ging heel vroeg. Dat is ook heel jammer, dat het liever even later was. Maar ja, toe maar. Kun je zo met z'n drieën? Nee, ik ben alleen. Mijn man is Arjen is thuis. Ja, is mooi rust. Ja, zijn er meer. Ja. Komt hier de uitslag van nummer 115. Paard met een edel hoofd, zal iets met nekling te hebben. De hals is voldoende lang, goed van stand, speciaal. Schouder is ietsje stijl, de rug is sterk, de lendenpartij is ietsje strak. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Voorbeen is voldoende van lengte, rechtsvoor zou ik wat rechter mogen staan. Het achterbeen is nogal wat zadelbenig. In stap zou de paard iets meer takt en regelmaat moeten hebben. En in draf dan is hij goed voorbeen gebruikt.
dan mist hij het teruggebruik en zou er achterin weer onder het lichaam moeten blazen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Tom heeft ze wel zijn auto gedaan, maar dat is heel glad. Ik neem even de honneurs waar voor paard nummer 114 in deze groep geplaatst. Paard scoort voldoende op rastype. Het hoofd zou wat edeler mogen. Wel een mooie lichte hoofd-halsverbinding en een lange verticale hals. Een lang gelijnd paard, iets gerekt in het middenstuk. En het kruis zou wat langer mogen, maar zeker een mooie kruisligging. Beenwerk is voldoende droog. Goed van standen. Het voorbeenstand zou inderdaad iets correcter mogen, is wat toontredend. De bottleneck voor dit paard was vandaag de stap. Bleef daarin wat wisselend en miste daarin de ruimte. Daarentegen wel een ruime draf. Zou wat meer kracht in de achterhand mogen ontwikkelen. Maar vandaag een stamboekopname met een derde premie. Goed, dankjewel. Dan ga ik weer verder. Hebben we nummer 113. Een paard wat voldoende edel is in hoofd is. Heeft ook voldoende halslengte. Schouder is ietsje steil. De rug is voldoende sterk. De lendenpartij is ietsje strak. De kruisligging is ietsje afhellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. En ook iets harder en droger in zijn beenwerk mogen zijn. De stap was ruim en actief. Moet eigenlijk niet ruimer zijn en in draf, dan zou hij opwaartse moeten draven en het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 111. En 111 is een heel jeugdig paard, edel hoofdje. Heeft een... heel even onderbreken. 113. Ik moet iets corrigeren. Ik heb dat zelf verkeerd genoteerd. Nummer 113, dat is een goede correctie. Daar mag je blij mee zijn. Ik heb dat puntje verteld. Hij wordt wel ster vandaag. Beter zo'n correctie als andersom. Hij mag een rode lint om. Mijn excuses daarvoor.
Dan krijgen we nu nummer 111. Een paard dat heel jeugdig is, een edel hoofd heeft. Ook een goede halsstand. De schouder is ietsje steil. Sterke bovenlijn. Een lang kruis wat ietsje hellend is. Paard wat heel ruim stapt en ook heel actief. De draf zou je ietsje opwaartse mogen draven en iets meer te dragen mogen komen. Maar al met al, vanwege een hele goede stap, wordt het paard opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dat kun je een keer corrigeren, maar andersom niet. Dan krijgen we nu 112. Een paard ook met een edel hoofd. Heeft veel halslengte. Ook een goede halsstand. Ietsje steil in zijn schouder. Sterke bovenlijn. Ook een lang kruis. Goede beenstanden. De voorbeen zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. Maar een paard wat heel goed stapt. Een ruim en actief. En in draf is hij opwaarts. Heeft hij veel zweefmoment. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Dan krijgen we nu 116. Ook een paard met een edel hoofd. Een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. Sterk in de bovenlijn. Kruis zou misschien ietsje meer lengte kunnen hebben. Paard zou ook ietsje meer voorbeenlengte kunnen hebben. Maar een paard wat ruim en heel actief stapt. En in draf is hij mooi op eigen benen. Heeft heel veel zweefmoment. Paard wordt ook opgenomen in de stamboek Ster met een eerste premie. En verder hadden we hier in deze groep nummer 115 is opgenomen in de stamboek. So we have a nice group of three as well. We start with number 114. It's could a little bit nobler in the head, a long upstanding neck, good a little bit long in the middle. The group is good. The walk could have more regularity, and in trot he is uphill and Cedars uphill and a lot of suspension. But overall, we take because the walk, she has a third premie. Number 130 is a little bit built downhill. It's a little bit short in the front legs. Good walk, very good walk, and the trot could a little bit more uphill. But overall, because of the good walk, we make a star with the second premie. Then we have number 111. It's a horse with a lot of youth. Nice in the head, long upstanding neck, good upper line. The walk was roomy and active. In trot, she could a little bit more uphill and a little bit more to carry. So overall, we take her in the studbook star with the second premie. Then we have number 112, and noble head, a long upstanding neck, good shoulder. The back is a little bit weak. Good upper line, good group is long. The walk was roomy and active. And in trot, he is uphill and a lot of suspension. So overall, we take it in the stud book with a star with the first premie. Number 116, a noble head, long upstanding neck, good shoulder, good upper line, good walk, roomy and active, and in trot, good uphill and good a lot of suspension. So also on first premie. Ja,
Hier in ring 1 dus de voorlaatste groep Purmerbees. Partij 48. En aan de overzijde in ring 2 de vier potmessenjarige Sterrenbees. Dat is op het ogenblik aan de orde. Hier de Zwaarheide. Komt hij de voorselectie bij de Bees in het kader van Pest aan Rijpaar. Dankjewel, Henk. En ook voor de volgende komst hier. Eerste groep 4 met 6-jarige Sterrenbees. Afwezig in deze groep waren de catalogus nummers 143 en 144. We beginnen bij catalogus nummer 142. Een merrie met veel ladderstraling, veel hang. Een merrie die sterk gebouwd heeft, voldoende zo'n beter heeft. Hoe zouden we dat voor jou mogen? Helaas is de stap maakt de ongelijke passen in het achterbeen. In draf dan
levende stap. Verder echt een heel prachtig aansprekende typische merk. Goed zo. Trouwens, nummer 147 is ook een merk uit Veelbaan. En dan weet ik niet helemaal zeker of mevrouw ook lid is van de popvereniging. Want in dat geval zou ze eventueel nog mee kunnen strijden voor de kampioenschap van 4 jaar en ouder. En daarover zal ik u straks nader informeren. Geeft de Vodafone ook nog een klein beetje een internationaal tintje dat zo'n Gaia de Monico hier aan kop wordt geplaatst bij die 4 tot en met 6 jaar gestemd is. En de eigenaresje die is ook nog aanwezig hier. En ik zou zeggen, gratuleren! Hier de uitslag van nummer 122. Paard dat iets eerder in de hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die ook verticaal geplaatst is. Schouders ietsje staan. Paard is conditie sterker in zijn rug zijn. Ook vooral kruis lendenpartij zou sterker aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende wel lengte, maar iets helder. Paard is voldoende in zijn voorbenen. En achterbenen zou iets meer kwaliteit in de sprongen mogen hebben. De stap zou iets meer tact en ook iets ruimer kunnen zijn. En in draf is hij, heeft hij wel een goed voorbeen gebruikt, maar de achterbeen zou meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nou, de witte rook, gelukkig roken we niet, dus daar hebben we geen last van. Ik begin met nummer 119. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, is wat horizontaal in die hals, ietsje stijl in zijn schouder, sterke bovenlijn, een lang kruis wat ook goed van ligging is. Paard heeft voldoende kwaliteit in zijn benen, de stap was ruim en stapte goed door het lichaam. In draf zou hij wat opwaartse mogen zijn en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Krijgt vandaag een derde premie, wordt opgenomen in het stamboek. Dan krijgen we nummer 121. Een paard wat nogal druk was. En daardoor ook.
Ik zal het proberen een beetje harder te praten. Zo beter? Oké. Dan hebben we nu 121. Een paard met een iets lang hoofd. Een paard was erg druk in, om te beoordelen. Hij heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouders ietsje stijl, sterke bovenlijn. Een lang kruis wat ook ietsje afhellend is. Het paard was in de presentatie vanmorgen erg druk in de stap. We hebben hem nu weer beoordeeld, daarom lieten we ze ook iets langer stappen. Nu stapte hij beter, ook ruimer. En in draf was hij opwaarts, had hij veel zweefmoment. Zou hij iets meer ruggebruik kunnen hebben, is iets vast in de rug. Maar vanwege goede bouw en ook veel ras wordt het paard opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nu nummer 117, een paard met een edelhoofd, heeft een hals die goed geplaatst is, ook voldoende lengte heeft, schouder is ietsje stijl, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, ook het voorbeen is ietsje hal, de stap was ruim en ook een actief en de draf was iets op de voorhand, zou iets meer te dragen mogen komen, maar een paard kan ook, ook ster worden vanwege een hele goede stap. Die de draf kan compenseren. Dus het paard wordt vandaag ook opgenomen in de stamboek Ster met een tweede premie. Krijgen we nu nummer 118. Een paard wat voldoende edel is in het hoofd is. Heeft een lichte hoofd-halsverbinding. Ook een hals die lang is en ietsje onderhals vertoont. Heeft een goede schouderligging. Een sterke bovenlijn. Kruisje zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. Maar een paard wat heel goed stapt, ook makkelijk door zijn lijf stapt. En in draf heeft hij heel veel over, heel veel vermogen van achteren. Heeft een goed achterbeengebruik, veel buiging daarin. Vanwege zijn goede beweging krijgt het paard, wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Zo, our third group, 3 years old. I started with number 119. The head got a little bit nobler. The upper line is a little bit weak. Long croup, the quality of the legs got a little bit better. The walk was roomy and powerful and good through the body. And in trot, she was a little bit downhill, got a little bit more uphill and hind legs more under the body. But overall, we take it in the stud book. Third premie, number 121. The head got a little bit neck. The head got a little bit nobler, good upper line, good a lot of racial type, good conformation. In walk, she was very busy tomorrow, but in the group we saw her back and she, the walk was better then. So she comes in the studbook star with a second premie. Then when number 117 noble head, a long upstanding neck, good upper line, the croup is a little bit sloping, the front leg could a little bit longer. The walk was roomy and active, and in trot she was uphill, a little bit, not uphill, she could a little bit more uphill, and a little bit more to carry, and a little bit more suspension. But because a very good walk, she's in the stud book star with the second premie. Then number 180, the head is noble, the neck good, a little bit more muscular, the back is good, the croup is a little bit sloping, but she had very good movements. The walk was very roomy and good through the body, and the trot was uphill and a lot of suspension. So we take her because the very good walk and trot in the stud book star with a first premie.
Paard dat iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een lange hals die iets zwaar en diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn. Paard heeft een lang kruis die gewenst is van ligging. Zou iets meer kwaliteit in het achterbeen kunnen hebben, heeft wat platte hoeven. Een paard stapt voldoende ruim, maar het zou iets meer krachtig kunnen stappen. In draf is hij. Zou ik iets meer ruggebruik kunnen hebben, ook graag mee iets meer andere lichaam mogen plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in de stamboek. Modern, mooie halsvorm, sterk gebouwd, merk die droog beenwerk heeft. De bemerking op het beenwerk is wel dat het been erg sabelbenig is. Merrie stapt goed, draagt met veel afdruk opwaarts, met veel kracht in het achterbeen, veel buiging in de sprong. Ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring. Gefeliciteerd met deze mooie rubriek paarden. Goed, drie oranje rosetten.
waarvan er twee vanmiddag eventueel een gooi kunnen doen naar het kampioenschap van die leeftijdscategorie van 4 jaar en ouder. 150, 151, 149 en tenslotte 153. Drie aanwijzingen derhalve voor de centrale keuring. Waar zit dan mogelijk een eventuele voorlopige kroonstatus op als alle tests over die op hebben gelopen een definitieve kroonstatus zouden kunnen verkrijgen. Maar dat moet natuurlijk nog, dat is de volgende uitdaging. De zwemjaren en oude stemmerrie uit de publiek 9 kunnen zich melden. Dan kijk ik even op de horloge en constateer ik dat het kwart voor 12 is geweest. Mooi schema. Hierna in deze race zijn we klaar. De tweede groep definitief is geplaatst. Hiernaast nog de 7 jaar oudere stermerien. En tenslotte nog een tweetal kroonmerries die daar worden geworden. En dan zit het keuringsgebeuren voor wat betreft het morgenprogramma erop.
en verplaatsen we ons activiteiten naar de hoofdpiste waar vanaf 1 uur het Concours du Pic aan zal vangen met de nieuwelingklasse Friesruis, de nieuwelingcompetitie nationaal. Dan om plus minus kwart over 1 kampioenschap van de Veulens. 5:30 de Lemmy-klasse van de provincie Friesland Fries. Vervolgens kampioenschap Interzent-Lenters zo tegen 2 uur. 10:01 de finale Westland Rijpaard Hengsten-Ruinen. Dan een welkomstwoord van de voorzitter van de Dienstendagen Jelte Wiersma. Aansluitend de eerklasse Friesras. Tegen 3, kampioenschap 3-jarigen. 10:03 de damesklasse conditiers. Zo rond 3:30 de best gaan de merries in de finale. En dan vervolgens. Ja, en dan begrijp ik dat om organisatorische redenen in het middagprogramma de showrubriek die gepland stond om 4:55 is verplaatst naar 4:45. Die heeft dus verruild met het kampioenschap Klavertje 3. En die zal dus plaatsvinden dan om 4:55. Dan bent u weer op de hoogte. Haal ik nog eventjes de nummers van de finalisten. De best aan de rijpaard. Hengsten en Ruinen kan van nummer 2, 3, 5, 6 en 34. En bij de merries kan van nummer 16, 18, 21, 24 en tenslotte 32. Dit met name even bedoeld voor het achterterrein, zodat de respectievelijke deelnemers ook op tijd op de hoogte zijn. Hier de uitslag van nummer 128, paard naar Eelhoofd. Met een hals die goed geplaatst is, zou iets kiezen en lengte die hals kunnen hebben. Schouder is langdroog, ietsje stijl. Rug zou ietsje sterker mogen zijn. Van de lukaanslag zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen zou ook iets meer lengte kunnen hebben.
en B-kwaliteit is voldoende. Paard zou in de stap weer niet meer ruimte en nog iets meer tak kunnen hebben. En ook geldt dat in draf zou je iets meer tak kunnen hebben en ook iets meer op paard zou kunnen dragen. Paard wordt vandaag opgenomen in de stamboek. De voorzitter Niedermeijer gaat de voorzitter-secretaris Erend en Erend door. Goed, de jury is eruit. Ik geef met aangenomen het woord aan Piet Bergson. Ja, dankjewel. Ik zal wat harder praten, maar goed, dat komt vaak niet te goede. Maar allereerst wil ik zeggen dat wij vanmorgen met heel veel plezier deze driejarige paarden hebben gekeurd. We hadden veel kwaliteit in de baan, ook hele luxe paarden. Dus dat een compliment aan deze vakvereniging. Ik begin met nummer 126, een paard wat ietsje langer zijn hoofd is, heeft een lange, iets horizontale hals, een goede schouderligging, een sterke bovenlijn en ook een kruis wat voldoende van lengte is. Paard wat in stap vanmorgen, of in de eerste presentatie wat weifelend was, maar nu in de groep stapte die ruim en ook voldoende met souplesse in zijn lijf. In de draf zou hij de rug wel ietsje meer souplesse kunnen vertonen, maar de beenzetting was heel goed. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan heb ik nummer 127. Een paard met heel veel ras, een edel hoofd, een halsstand die gewenst is, verticaal. Een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar iets hellend. Paard is ook lichtzabelbenig. In stap was hij voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf zou hij iets meer souplesse in de rug kunnen hebben, maar het was een goed beeld. Veel ras en ook een goed gebouwd paard. Wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan hebben we nummer 124, ook een paard met een edel hoofd, een verticale hals, die ook een goede schouderligging heeft, een sterke bovenlijn, kruis is lang en ook goed van ligging. Paard is iets onderstandig, in stap maakt hij behoorlijk druk, dan zet hij het ene been soms wel voor het andere been. En nu was hij in de groep rustiger en dan is de beenzetting goed. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Heeft veel ras en ook goed gebouwd. Paard wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Ja, dan is nummer 125 al bekend. Ook een paard met een edel hoofd. Een lange hals, misschien ietsje zwaarder uit zijn borst komt. Paard heeft ook een sterke bovenlijn. Een lang kruis wat iets hellend is. Paard wat heel goed stapt en ook in draf heel veel buiging in zijn sprongen heeft. Heel veel zweefmoment. Ook dit paard krijgt een ster met een eerste premie. Gefeliciteerd. So now in English, I can say we had this morning a lot of quality in the arena. All the groups were very good. Very good horses. So I started now with number 126. The head got a little bit nobler, and a long-lined horse, a little bit downhill. Good long group. The walk was first a little bit short long, but when he was in the group, he had a good walk. So, and in the trot, he had a lot of roomy and carriage, but in the back, he got a little bit more souplesse.
But overall, because the good walk and the good trot, we give him a start with the second preemie. Number 127, a horse with a lot of racial type, noble head, long lines, good conformation. The walk was roomy enough, and the trot we got a little bit more souplesse in his back. Also, a second preemie star. Number 124, he was a little bit nervous in the first viewing, but now he was good. And a lot of racial type, good conformation. In walk, he was roomy enough and also powerful. And in trot, he could a little bit more uphill and more suspension. And then number 125, a good built horse, very good racial type. Good, very good walk, and also good trot is uphill and good suspension. So also a star with the first premium.